Welkom bij Kaiway. In deze video laten we stap voor stap zien hoe u de interactieve televisieontvanger installeert. Om interactieve televisie te kijken, legt u een netwerkkabel aan van uw glasmodem naar de plaats waar de interactieve tv-ontvanger komt te staan. U kijkt dan op één televisie via glasvezel. Op uw overige toestellen kijkt u televisie via de kabel. Steek de netwerkkabel in poort 2 van het glasmodem. Verbind de interactieve tv-ontvanger met uw televisie met de meegeleverde HDMI-kabel. Steek de netwerkkabel die van het glasmodem komt in de interactieve tv-ontvanger. Sluit de interactieve tv-ontvanger aan op het stopcontact. Gebruik hiervoor de meegeleverde adapter. De interactieve tv-ontvanger start automatisch op en is volledig opgestart als het blauwe lampje continu brandt en een tv-zender in beeld verschijnt. Dit kan ongeveer 15 minuten duren. Ziet u geen zender in beeld, selecteer dan de juiste bron. Gebruik hiervoor de knop Source of Input op de afstandsbediening van uw televisie. Let op! Controleer of de SD-kaart goed in de interactieve tv-ontvanger zit met het logo naar boven. Wij wensen u veel plezier met de alles-in-één glasdiensten van Kaiway. Heeft u nog vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen op kaiway.nl/klantenservice.